Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Just the two of us, je bent live bij Radio Staanvaste. En je weet het wel, als wij praten, dan praten we met mensen die echt iets te melden hebben. En zo heb ik contact gezocht met de PL, de Partjaya Lahor. En dan heb ik nu aan de lijn Salam Paul Somohadjo. Goedendag, meneer Somohadjo. Goedendag. Hoe gaat het daar in Suriname op dit moment? We hadden het daar slecht. Ja, met de komst van de coronavirus hebben we het nog slechter, want nu is alles zo goed dicht. Winkels zijn dicht, alles is, ja, we moeten hier en daar gaan zoeken, markt is dicht. Ja, ik weet niet hoe verder gaat gebeuren. In elk geval, we houden aan de regels van WHO. Markt is dicht, alles is dicht. Dat gebeurt ook hier in Europa, dus het is niet alleen Suriname in dit geval. En bovenbouwden ze de schuld niet te geven, toch? In dit? Nee, natuurlijk niet. Kijk, okay. Maar er schuld in die zin van, hij weet, vanaf december was coronavirus aan de gang. Dus dan zou ik in zijn plaats, zou ik dan de voedselschuur, het hoeft niet in de Caribisch gebied, maar in Suriname zeker, opvoeren. Ja, dus op in die zin dat we de basisgoederen, maar nu is alles schaars, nergens te vinden. Dan ga je die mensen toch niet kwalijk nemen, laat die mensen gaan hamsteren met die handen die het hebben. Maar de hefnot kan nergens gaan. Terwijl wanneer goederen in voorraad was, wanneer de voedselschuur in verhoogde mate aanwezig was, dan was hamster niet nodig. Waarom hamster men? Omdat men ook bang is dat alles tekort komt. Mm-hmm. En vooral wanneer de prijs de koersen omhoog gaan. Ja, ja, dus de mensen zijn gewoon bang. Hier wordt er ook gehamsterd hoor. Ik kom net vanuit een Albert Heijn en ik zie maar, heel veel. Maar daar is de voorraad steeds aanwezig. Ja, de voorraad. Als er geen moet je, moet je vooruitzien. Ja, ja. Als je weet dat dat op komst is, dan moet je voldoende suiker hebben, voldoende olie hebben. Maar daar is er geen voorzorg. Er hoort zich alleen meer weer, hoe ga ik frauderen? Hoe ga ik terugkomen in de regering? Dat is geen stijl. Sommige mensen vonden het gedurfd van u op 24 februari, terwijl Bouters heel Suriname opriep, of had in op Riffelplein, was je pleide met een massameeting. Waarom op diezelfde dag? En hoe ging jouw massameeting? Dat bijzonder goed. U hebben het kunnen aantonen, meneer. Het is begonnen op 25 februari 1980. Men heeft dan een van de belangrijkste pilaren van de democratie, het hoofdpolitiebureau, platgelegd of geschoten, verbrand. Ja? En het is 40 jaar lang blijven zwijgen. Er moet toch eens iemand opstaan en zeggen, nee, dat kan niet meer. En tot hier. En daarom was onze maatschappij met een bijzonder geslaagd. Ja, en dus onder onze mensen. Ja? Okay. En wat Petjaloor betreft, zoals u weet, vanaf 00:00 na 25 februari 1980 waren wij zelf bezig. Wij waren de eerste partij, toen heette de PL Pendawalima, die opstond en zei, nee, we gaan de macht niet zomaar aan u overdragen. De macht is van het volk, behoort van het volk. Als u, avondklok instelt, verbod van samen zijn. En dan gaat het nooit mee werken. Enige partij, dat kunt u nagaan. We waren ook de enige partij die in het verzet waren. Je weet wel, ik was even 9 maanden in de gevangenis. En verder leefde ik in ballingschap in Nederland. Met alle consequenties van dien. Ja, ja. Maar wat men ook afvraagt, hè, van ik hoor het bij andere kamp, ik hoor uw zoon Bronto en nu, ik heb het gehoord dat jullie heel Suriname geroofd hebben voor alle den groenste naam. En hoe ver is dat waar, meneer Somohadjo? Als men dat roof noemt, dan heeft de NDP in kwadraat eenvoudig. Als ik een stukje terrein neem van 40 bij 40 bijvoorbeeld, en ik geef het aan voor een internaat. Als ik een stukje terrein neem en ik geef het aan voor een bejaardentehuis, is dat roven? Terwijl deze regering praat niet over vierkante meter, praat over vierkante kilometer. Kijk maar hoeveel de onderminister toen genoemd had. Hectare, kilometers. En het is niet gebruikt, het wordt direct verkocht. Kijk hoeveel de anderen van de NDP-toppers hebben genomen. Kijk maar na. Ja, dus ik ga geen vergelijking maken. Maar als die van ons roof wordt genoemd, dat is die van ons nog duizendmaal erger. Ja, wij nemen het in belang voor het volk.
Ja. En hier de Zuid-Soedan heb opgegeven, vooral de NPF'ers toen. Mm-hmm. Ja? Venetiaan slaapt, want de Javaan is jouw baas. Het is een geluk die verdiend heeft. Ja, ja, maar nu is het tijd dat wij weer één moeten worden. Ja, ja, want u en uw zoon zijn gewoon letterlijk met de grond gelijk gemaakt, hè, op staatsmedia. Ik denk, jongen, mi besap, zo moeilijk was sympathiek, maar nooit. Mi sap dat kan maar voer zo voer grong. Om een hectare heb je totaal, meneer Somaadjo? Je mag nagaan, dus Somaadjo heeft geen enkel vierkante meter van de staat gehad. Hij heeft gekocht. Okay. Hij heeft van zijn ouders als erfenis gekregen. Maar van de stad nul. Oké. Okay. Eigenlijk wilde ik... Het staat open. Jullie mogen gaan verifiëren. Nee, eigenlijk wilde ik Bronto hebben om een weerwoord te geven wat allemaal van die man gezegd wordt. Ik ken de situatie van Bronto. Vraag maar wat de Bronto is. Dat is mijn zoon. Ik liep dag en nacht. Ik ben bij hem. Dus... Ik kan de vraag zo goed beantwoorden. Oké. Maar straks na de verkiezing, hoe staan jullie? Hoe ziet het uit voor PL? Als nu verkiezing komt, ja? Dan hebben we al gewonnen. Als nu verkiezing komt, hebben we al gewonnen. Wij zijn het beslissende factor. We hebben een eenheidsbeweging, zoals u weet. En men is het Java-blok, het ging Java-blok. PL staat zich altijd nationaal op. Wel zeggen wij, als basis hebben wij de Javanen, maar dat is geen crime. Ja, Japan zijn ook Surinamers. Mm-hmm. Ja, en we hebben kunnen aantonen dat wij ook niet-Japanen naar voren hebben geschoven. Kijk, maar mevrouw Kayuramari, de eerste Indiaanse Kahinya die we hebben geschoven. Mevrouw Sandra Lee, Chinese vrouw. Mevrouw Abigailia, Creoolse vrouw. De heer Chitten, ja, die is overigens in Hindustan. Mm-hmm. Dus men kan ons nooit verwijten en dat wij etnisch speers zijn. Ja, ja. We stellen ons altijd nationaal op. We zijn een nationaal partij. En deze komende verkiezing, wat ook gebeurt, onze eenheidsbeweging zal het beslissend factor zijn. Zal beslissen wie president wordt. Ja. Ja, ja. Ja, want u bent dan een soort middenveld, hè, tussen de Hindustanen en de Kriolen, hoor ik u zeggen. Ja, we zijn geen middenveld. We zijn ook een aantrekkingskracht voor de niet-Javanen. Nee, niet bij voetbal toch? Je hebt verdediging, aanval en middenveld. We zijn alles. Uh-huh. Ja, we zijn alles. We zijn nu in de finale. Uh-huh. En ik heb altijd gezegd, we zijn voor, maar de wedstrijd is nog niet uitgespeeld. Oké. Okay. Hey, maar weet je, meneer Somaadjo, weet wat u ook aan u kleeft en misschien in Suriname praat, maar niet zo... Pardon? Wat aan uw partij kleeft, is dat mensen van PL onbetrouwbaar zijn. Waidu, Sapoen, Chitan. Altijd als mensen op PL stemmen, de mij stappen over. De mij onbetrouwbaar. Hoe kunnen wij nu vertrouwen hebben in PL van nu en of in de toekomst? Het is niet alleen bij PL het geval, ook bij de NPS. De heer Korendijk. De heer, hoe dit? Het parlement van Parra, van de NPS. VHP, dat is de ene. De helft van de partij is weggegaan. De Palu, de Doe. Dus men moet dat verwijten niet alleen aan de PL geven. Ja, wel geven wij te kennen. We hebben altijd, overal, elke keer hebben we gewonnen. We hebben zijn alleen geplaagd met overlopers. Maar dat gebeurt alleen als je in de oppositie gaat. Als we in de regering gaan, gaat niemand overlopen. Ja, ja, dus, en daarom stellen wij nu sterke voorwaarden om het volk te beschermen. Een kaal pluk contract. Oh. Met andere woorden, als je gekozen wordt namens de PL, gestemd door PL-kiezers, als je weggaat, je gaat je zetels achterlaten, no sweat, is niks aan de hand. Op het moment dat je weggaat, word je helemaal kaal geplukt, alles wat je hebt. Ja, maar u was ook iemand die ook heel nauw samen heeft gewerkt met Boutersen. Waar is het misgegaan tussen jullie? Mag ik vertellen? Kijk, in de jaren 2010, ik had gezegd, zolang de NPS, zolang de VHP, zolang de PL en de SPA met de vakbeweging als backing, want dan hebben we de Creole, de VHP, de Hindustan, zal nooit niemand ons winnen. Ja? En wat is gebeurd? Ja? Ik had gesteld, meneer, in Paramaribo heb je 17 plaatsen. En ik heb recht maar meer dan 2 plaatsen. Waarom moet ik maar 2 plaatsen krijgen? In Wanika had gezegd. Wanika alleen kan ik een zetel veroveren. Alleen, zonder niemand. Waarom moet ik nummer 5 zijn en NPS nummer 2?
En die keer hetzelfde. Alleen, zonder niemand, kan ik ook zetel halen. Waarom moet ik nummer 4 zijn en NPS nummer 2? En corona zijn 2 plaatsen. Ik vraag maar, geef mij ook 1. Alleen dat ik kan laten zien, meneer, ik ben ook in tel in corona. Nee, NPS wil alle 2 hebben. Ja. En wanneer, tot de laatste seconde, ik had gezegd, als wij niet in de NA kunnen, geen overeenstemming kunnen bereiken, laten we in RR verbannen, want daar is dan een meerderheidstesser. En wie wint, en krijgt alles. En nee, sommigen je proberen een val voor een zetten, labaria enzovoort. Meneer, het is gedane zaken, we kijken niet terug, maar nu moeten we vooruit zien, meneer, wij gaan moeten samenwerken. Want alleen kan je niet. Ja. Okay. En er is geen verraad. Ja, wanneer mensen denken dat het verraad is. Tot de laatste seconde in de 10 zijn we uit elkaar gaan en ik ben alleen gaan. Alleen, let wel alleen, hebben we meer dan 30.000 stemmen hebben we 6 zetels gehaald. En wat wil je meer hebben? En ondanks dat had ik toch geprobeerd weer bijeen te brengen. Toen had het front 14 zetels. Toen had ik een verbond gesloten met de A-combinatie. 6 plus 7 is 13. 13 is 27. En wat gebeurde toen? Bij het kiezen van een parlementsvoorzitter hebben ze mij in de steek gelaten. Je kent het geval 2010. Sommige je verraad. Ja. IPR verraad gepleegd. Nee, in dat geval bent u ooit, ik denk de eerste keer dat de verraad is gepleegd tegen u. Ja, ja. Enigste in de jaren 73. Toen onaangekondigd na de overwinning van de NPK, was ik lid van de NPK. En toen de heer Aron aangekondigd, maar Suriname moet ultimo onafhankelijk zijn. 21 november onafhankelijk zijn. En nee, dat kan niet. Kijk, wij zijn geen Nederlands onderdanen. Wij zijn Nederlanders, klassische statuut. We maken een verschil tussen Suriname en Indonesië. Indonesië praat van Nederlands onderdanen. Maar wij waren allemaal Nederlanders, met andere woorden. En bij de onafhankelijkheid, alleen degene die de KLM kon betalen, behoudt in sociale rechten. Maar wij, die de hefnot, die niet hebben, verliezen alle sociale rechten. Ik ken die tijd, ik heb mensen naar Holland gebracht. Ik had KLM gecharterd. Op het moment dat er al in Schiphol aankomt, krijg je direct 2000 Nederland aan kledingkosten. Dan krijg je een huis met inrichting van 10.000. Als je geen werk hebt, krijg je een AOV, krijg je een WW. En de ouder die 25 jaar geleden een onderstaan. Wat wil je nog meer hebben? Ik ben voorstander van onafhankelijkheid, maar niet op deze wijze. Nederland kan ons niet zomaar duwen. Ja, ja. Dat was mijn strijd. En toen ben ik in de oppositie gegaan. Om de strijd te voeren. En ik ken de strijd toen wij in verhouding in de meerderheid was. Want we hadden dan 20, samen met meneer Kong Fong en mevrouw Isle Clark. Had de Hindori ons verraden. Toen was het 20 niet. Dus die onvoorbereide onafhankelijkheid. Om op een heel smalle regelbasis. Ja, ja. Meneer Somayaro, u bent nu live op Radio Standvast. Dat is de grootste zender buiten Suriname met op dit moment 80.000 mensen die nu luisteren. En dan moet ik u alle vragen stellen. Een vraag die mensen bezighoudt is, waarom hebt u ooit voor de amnestiewet gestemd? Want door mensen als u, hè, is het strafproces zo lang. Waarom hebt u voor de amnestiewet gestemd in 2012? Als iemand die boodschap had, dat ben ik. Ik was zo zwaar mishandeld. Ik was gemarteld, 9 man in de gevangenis. Ja, en ik heb letterlijk de dood ontlopen. Ja, ja, ik heb, ja, je kent die tijd. Op 7 december kwam mijn oma te ontvallen. Ik ging begraven. En op die avond hadden wij het veer gemist. Ja, en toen hoorden wij schoten. Mijn bewakers renden weg. Ik rende ook weg. Ik ben ondergedoken 7 weken lang. En nu in januari wist ik te vluchten naar Nederland. En 1, waarom? Ik ben in samenwerking met de NDP. 1. En 2. Ik had, toen was ik in Indonesië, toen kwam Boerenvee mij helemaal ophalen en zei, luister, het is geen amnestie van een amnestie, als alleen de datum verschuiven. En dan zeggen wij, oké, wat ons betreft, wij zijn vergevingszinnig als wij genadig zijn, zoals Christus, zelfs de man die gekruisigd hem, naast hem, die gekruisigd is, zei van, meester, gedenk mij als u in het paradijs komt. Hervertrouwen. Weet je wat ik zeg? Hetzelfde
hetzelfde moment zult hij met mij in het paradijs zijn. Dus hij was genadig. Dus als ik genadig ben, als ik iemand vergeef, is het dat crime? Dat is de vraag. En één, je moet de vraag stellen aan degene die vergeven, die vergevenis gegeven wordt. Want hij was akkoord, meneer, ik ga je amnestie geven onder de voorwaarden dat je spijt gaat betuigen in het parlement en het openbaar. En hij is zich niet eraan gehouden. Wat moet ik doen? Ja, nee, ik vind, ja. Ik vind het goed. Dus het is mijn karakter, ik heb geen vijanden. Uh-huh. Zelf anderen die mij verraden, kijk, Sapon had mij verraden in 1996. Ja. Toch had ik hem vergeven. Ik had hem weer aangetrokken in 2010, ik had hem tot minister gemaakt. Dat ligt in mijn karakter, ik ben geen haatfeeling mens. Nee, dat vind ik zo mooi bij u, meneer Somoadjo. Dat zegt. Maar in het verlengde daarvan zijn mensen ook hier in diaspora, vooral in Rijswijk, die ook luisteren. Hoor, daar zitten heel veel mensen van u, van PL, die PL een warm hart toe dragen. Die denken van, ja, als Somoadjo zo vergeving gezind is, is de kans heel groot dat hij op 26 mei aan tafel zit als eerste met NDP om over eventuele samenwerking te praten. Nee, helemaal niet. Ja, in de politie zegt men normaal nooit, maar in dit geval met Boudersen, onder leiding van die Somoadjo ga ik nooit meer samenwerken. Ik ben één keer gepakt, ja, hij had zoveel beloofd, zoveel toezeggingen. Als daar aankomt, dan zegt hij, man, PL heeft geen visie, PL heeft dit niet, alleen de NDP draait. Ja, hij had ons een jaar voor de verkiezingen, let op, een jaar voor de verkiezingen eruit gezet. Ja, hij kon geen argumenten vinden, men heeft zelf gevraagd. Meneer Boudersen heeft zo'n manier gechandeerd. Nee, zegt hij. Ja? Dan ga je toch niet van mij verwachten dat ik voor de tweede keer gepakt word. Alleen een ezel stoort zijn poot voor de tweede keer op dezelfde steen. Zo'n manier is geen ezel. Dus zo'n manier gaat nooit meer samenwerken met de NDP van Boudersen? Onder lijn van Boudersen niet. Want je ziet het graaien, het roven, ja, is niet te stoppen. Mm-hmm. Het wanbeleid, Suriname is een miljardenschulden. Ja. Kijk nu, Suriname was al helemaal plat en nu met de corona is het nog erger. Ja, het is nog zo erg dat wij hier twijfelen. En daarom blijf ik zeggen, als men een reden vindt in verband met het coronavirus om de vergunning uit te stellen, ga ik misschien meewerken, maar onder een bijzondere voorwaarde. Eén voorwaarde is dat de parlementariër die eindigt 5 jaar, dat moet ook 5 jaar zijn, eindigen, stoppen, geen betaling, geen onkorte vergoeding meer, 1. En 2, dan moet een interim kabinet komen die zich concentreert op volksgezondheid, in het bijzonder het verdrijven van de coronavirus. Alleen op die basis ga ik mensen medewerking verlenen. Want ik stel altijd vast, gezondheid is priority nummer 1. Hoe je dat zegt, gaan de stemmen op om de verkiezingen van 25 mei te verschuiven? Er zijn reden. Artikel 56 van de grondwet kan zeg wel, de vernietiging, de datum van het parlement kan verlengd worden bij gevallen van oorlog en bijzondere gevallen. Dus nu hebben ze 26, met de 3 verraders van PL hebben ze 29, met 2 verraders van de BEP is 31, eventueel misschien die van Palu, 32, en dan hebben ze nog 10 nodig. Maar ik heb geïnformeerd naar mijn fractiegenoot, mevrouw Bindi, die is ook niet te koop, wij ook niet. We stellen wel vast, als wij het gaan doen, dat is een belang van het volk. Okay. Met die voorwaarden. Oké, dat is mooi. Dus u zou meewerken aan een eventuele verschuiving van de verkiezingsdatum van 25 mei? Ja, met die 2 voorwaarden. Die 2 voorwaarden. De parlementariër moet niet blijven dat ze eeuwenlang daar blijven en betaald krijgen. Uh-huh. En 2, er moet die kabinet van Boudersen moet helemaal weggaan. Er moet een interim kabinet komen en zich concentreren op het welzijn van volksgezondheid. In het bijzonder het verdrijven van de coronavirus. Oké. Okay. Vorige week was u in, ik zag je op beeld, ik heb mijn mensen daar, en u was in Olifant om te praten over een antifraude forum. Platform. Bent u bang dat er gefraudeerd zal worden? Iedereen dat ik bota of voor afgekiezen, wat denkt u? Als je ziet komen, dan begint er niet drie. Wanneer 2015 had de zorg ons gepakt, ja. We hadden ook afgesproken met OKB ten aanzien van de bemensing van het stembureau. Ze waren akkoord gegaan, dus dat een verdienstje zou komen van partijen. De minister van NDP van Binnenlandse Zaken was ook aanwezig.
Hè? Terwijl wij ons voorbereiden. Vijverberg niet, wordt ingetrokken door Hogerhand. Hogerhand was hij de president. Ja? En nu moeten mensen solliciteren. Ja, dan is een biechte bij de duivel. Als je gaat solliciteren, wie gaat bepalen, wie gaat selecteren, wie gaat sorteren? Niet zomaar, Hadjo, de NDP. Dus u bent bang dat er gefraudeerd zal worden? Ja, dat staat vast. 100%. Staat vast? Ja. Ja, wat zeg je? U zegt dat het vast staat dat die fraude, dat de fraude komt? Ja, 100%. Die ervaring hebben wij. 100%. En daarom moeten wij zo minimum mogelijk het minimaliseren. Dat is frauderen, maar niet 100%. Ja, misschien 10%. Ja. Waar wij ook bezwaren hebben. Uh-huh. Het gaat waarschijnlijk oproepingskaarten opkopen en vernietigen. En dat doe ik in één minder voor ons. Ja. In zo'n moeilijke tijd als iemand je een meneer Lambie oproepingskaart kopen van 1000 FRB of 2000 of meer, want ze hebben het geld. Ze hebben drugsgeld, ze hebben alles. Ze hebben ook drugsgeld. Ja, ze hebben drugsgeld. Ja? Wie is ze? Dat durf ik te zeggen, ja. Wie is ze dan, Theetaxe? Ja, ja. Je bedoelt NDP? Wat zei je? Je bedoelt NDP, Theetaxe? Hebben... Zij die bemoeien met de regering. Aha, hebben ook drugsgeld. Ja. Ja, ja. En daar heb je bewijzen van. Ja, je ziet het toch ook. Ja. In andere landen wordt door de centrale bank miljarden gepompt om de economie te redden in verband met het coronavirus. Bij ons hier wordt de centrale bank beroofd. En waarom praat je van PLB? Is een rover, landrover. En wat praten wij als centrale bank zou beroofd worden zonder masker, zonder wapen? Ja, mannen met das en jas. Meneer Somohadjo, het is verschrikkelijk. Mensen zitten ook hier in Europa, diaspora, te huilen. Die hadden ook bankgeld daar. In de daarom. Film zie je het niet. Uh-huh. In de film niet, ja, zei hij. Nee. Het is nou een wonder. Maar meneer Somohadjo, per amoni dat goes, paar 100 miljoen plus goes voor als een afvalk. Tegen je niet. Als je hoeft, want in het parlement aan mij draait kwantol. Dan moet je omdraad vragen. Ik kon geen antwoord geven. Idee in parlement, die Aksama. Daarom zeggen wij, uh-huh. Als wij in de regeermacht komen, de eerste eis van ons, geen president, maar de eerste eis van ons, minister van Justitie. Dat wordt grote ding. Serieus zo? Ja, serieus zo. Uh-huh. Je kent het geval. Toen PR in de regering was met Nieuw Front, uh-huh. Hebben wij ook onze mensen laten opsluiten. Minister Gert van Justitie, minister Balitzer van Openbare Werken, Ali Bux, iedereen. Maar dat betreft maar ook geen grappen. Ja, maar sterker nog, al die drie namen die je noemt, die komen niet van de PL, hè? Die zijn van NPS, SPA en... Er is geen enkele PL'er op grond van corruptie gesloten. Oké, daar hebt u wel een punt. U bent volksvertegenwoordiger, ja. U staat daar voor het volk. Het volk wil echt weten waar het geld is. U kent Hoefdraad persoonlijk, hè? Sta aan mij tegen u, tegen Axama, P.A.M.O.N.I.D.E. aan 100 miljoen van Disma. Amai draai dan die zie, dan weer druk money voor vervangen aan munt, ze hebben tekort aan munt. Alle onmogelijke redenen. Hoe dat ik niks weet, we die de man tegen. Want die zal komen, het PL beheer aan ministerie van Justitie. Maar ik kan dat nooit komen. Dan hoe verder dan aan Amoni? Als die tijd niet komt, ja, dan weet ik niet meer. Want in zo'n situatie, mm-hmm. Dat de mensen weer op die ring gaan stemmen, ja, dan ergens was aan Loesoe. Ja, nee. Je weet maar nooit, hè. Ik bedoel, Abamassa, dat heb je gezien op 24 februari. Ja. Op wat je? Hij heeft die massa, dat heb je gezien op 24 februari, toch? Ja, maar je hebt ook geen massa gezien. Ja, maar meer PL Paisma. Ja, maar dat doet niet onder. Meer PL Paisma, potbus, Gisma pakket voor gewoon. PL naar Moni. Die mensen zijn gemotiveerd. Ik heb alleen twee dingen gezegd, meneer. If you love a democracy, you score na Oeru. If you don't love a democracy, if you love autocratie, dan moet je bij Boters gaan. Dus dat is het. De man boodde ze, maar meneer, de man boycott ons erin. De man 5 bus, uh-huh. 1200 gulden en we aankomen in Afrij. Ja. Die man niet eten, dan ga je op de vis aflopen, moet je komen. We zijn gekomen. Maar meneer Samo, op hoeveel zetels mikt u met de PL? Kijk, wij zijn, we go for 10. We hebben altijd 16 gehaald. En als wij groeien zelf naar 7 tevreden, dan kunnen wij ook bepalen wie president wordt.
Okay. Stel voor, ik hoop het ook voor u, dat u in augustus in de regering zit. Hè? Want rond augustus moet de regering gevormd worden. Als alles normaal gaat, verkiezen in 25 mei, dan regering, president, alles. Dan hebben we nog augustus, nog een kleine 3-4 maanden voor 2020. Wat is het eerste wat u gaat doen dit jaar nog voor Suriname zichtbaar? Ja, en daarvan moet ik een crisis uitkomen. Ja? Net als bij die tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen kwam de Marshallhulp, ja, zoiets moet komen. Ja? Dat volk is zodanig gezond maken, goed maken, en dat ze weer stabiel worden, dan kunnen we verder gaan. Er moet dan 6 maanden zo'n project komen waarbij alles in orde moet komen. Ja. Een crisisplan moet komen, 6 maanden crisisplan. Ja, of korter. 6 maanden, zeg maar 3-6 maanden, ja. 100 dagen, ja. Zoiets, wat ik ook hoor, dat de man, de Oru dinosaurus, Malik Somohardjo, maar dat Oru, wanneer gaan ze politiek veld verlaten? Somohardjo, dit is de laatste verkiezing. Wanneer Somohardjo wordt straks 77, en dan zal goed zijn als nog een 7 komt, een 777. Ja, ja. Dus dan gaan wij verder. Maar 2025 gaat men Somohardjo niet meer zien over het podium. Hij gaat het overdragen aan de jongeren, maar de jongeren moeten zich klaarmaken om die overdracht in ons vast te nemen. Meneer Lukuman Popo, want je weet, alleen sterke benen kunnen de benen dragen. Ja. Ik ben langer dan 50 jaar in de politiek, ik ben stabiel. Ja. Maar weet u had een kroonprins, hè? Dat was Raymond Sapoen. Hebt u nu een andere kroonprins? We praten niet meer van kroonprinsen, omdat kroonprinsen altijd wordt uitgelokt. En wordt dan mijn bagat in kroonprins voor. Dus we zijn nu extra voorzichtig. Maar Misha kroonprins, ik heb die kroonprins al gezien in uw partij. Mim Karengi. Wat is dat? Hai. Bronto. Nee. Kijk, Bront is mijn zoon. Ik wil en ik weet of hij zelf belangstelling heeft. Ja, Bront. Taboe taki. Boe taki. Kijk, het zit in zijn bloed. Dat is zo. Uh-huh. Ja, maar niet dat hij automatisch aanvraagt, maar uiteindelijk beslist het volk, de partijraad. Dus het is niet onuitgemelkend zaak, zoals veel mensen denken dat Bronto de opvolger wordt van zijn vader, Paul Salam Somohardjo. Wel mag gezegd worden, als hij het gegoed wordt door het volk, dat hij geen verraad gaat plegen, want met de verklaring. Dus dat kan ik zeggen. Maar met nog aan klaar zijn voor wie ben ik, met nog aan klaar waar wie ben ik. Ja, maar Jutja, dat maak je naar arena, in een politieke arena, toch? Sapoen, Waidu. Ja, maar zeg helemaal niks meer. Dankzij Waidu zijn we ook groot, want het volk is meer dan ooit bewust geworden. Maar het zal een moeilijke strijd worden voor uw PL en dan HVB, want HVB is zo bezig met de opmars of Minashibu. Kijk, HVB, let wel, is in het leven geroepen om de stemmen van PL af te troggelen. Het zal misschien lukken, 100, 200. Ze gaan geen zetels halen, maar ze gaan stemmen proberen af te troggelen in het voordeel van de NDP. Dat dus hebben de mensen uitgelegd. Het is al goed overkomen. Dus alle stemmen van de HVB is voor NDP. De HVB wordt weer gepamperd, wordt naar voren geschoven, krijgt de positie om mensen in dienst te nemen. Hoe veel mensen ga je kunnen helpen? 100, 200? Mm-hmm. En dan te verzinnen wat dan? Dat die op oude basis is. Wie gaat ze betalen? Hoe ga je ze betalen? Ja. Dus u zegt alle stemmen van de HVB is voor de NDP. Nee, sommige mensen onderschatten het Surinaams volk. Ja, we moeten nuchter blijven. Ja. Je gaat de situatie zien van de jaren 87. Er was het ook. En bouwden ze om de NDP 12 uur, 11 uur zo worden. Alle ambtenaren gedirigeerd naar het plein. Ja, bij de 84. Dat wordt teruggesteld. Je hoorde van Borsum. En de Hindustan zijn kakkeré. Zo worden ons worden gek. Dus ik denk dat een soort scenario als 87 zich weer zal spelen. Dat het volk boodschap ze gaat verrassen. Meer dan dat. Maar nu zien die mensen ook wie miljonair, wie rover zijn geworden. Niet PL, wie rover zijn geworden. Laat ze maar terventeren. Ze voelen het ook aan. Dan krijg je pakketten. Ja. Okay. Meneer, dat is geen punt van discussie. Ja, ja. Daarom zeg ik, het is
Als er nu een verkiezing komt, dan zijn we sowieso, moeten we als winnaar uitgeroepen worden. Oké. Okay. Ja, maar ik herhaal, ja, we zijn voor, we zijn in de finale, maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. Mm-hmm. Het zal een moeilijke wedstrijd worden in de Nikeri voor u? Aan ons gaat niet. Maar we moeten erin houden, de ref is van hun, de grenswachters zijn zelfs de baljongens zijn van hun. Je tak mooi jongens zo. Mi bo sula fu. Maar lek sam tak yu aba middenveld. TL aba middenveld toch? Ja, dus aba middenveld. Als aan ons ligt, we kot allemaal trooien. Leibal. Maar hoe luk boem. Ik moet je wantje duwen, dan moet je penalty. Dan moet je een rood kaart zelf. En hoe daar eitak de boy naar vrouw deerlijk zei taki? Ja, helemaal. Oké. Dan een unuang, alle oppositionele partijen, bestaande en de nieuwe opgericht. Ik heb geen enkele partij gezien die opgericht is of bestaande, die voor de NDP is, met IJssel en van HVB. Dan naar BEP. Naar BEP. Aha. Voor de rest is alles tegen. Alles is tegen. Tegen het beleid. Oké. Okay. Ja. Meneer Sumo, we gaan het hier laten. Sumo Adjo, voorzitter van de partij Percaya Luhur. Zullen we afspreken dat ik u nog een paar keren bel op weg naar de verkiezingen? Wat is mooi, hier is tegen Sumo. Papa Sumo. Jullie mogen me altijd bellen. Uh-huh. En PL betekent niet anders dan full trust, vol vertrouwen. En met vol vertrouwen op de verkiezingen geboet. Oké. Okay. Succes naar de campagne van PL. Okay. Dank u wel. Paul. En bedankt. En Nederlanders, wees voorzichtig. Yeah. Blijf liever thuis als het nodig is. Want ik hoor in Nederland dat een heavy monitor naar mayonaise ontwikkeld land kan gemakkelijk verhoopt worden dan Suriname. Ja, dat is waar. Okay. Ik dank u voor uw tijd, meneer Somoadio. Ja, dank u. Grand tangi. Dat was Paul Somoadio, voorzitter van de partij Percaya Luhur. In de tussentijd zoek ik nog contact met Abdul van de NDP. Die zou meewerken, had hij gezegd. En ik heb nog een paar partijvoorzitters en partijleiders proberen te contacten. En je zal het niet willen geloven, Nederland. Ze zitten allemaal in de kerk. Soms, ik denk, als ze echt allemaal in de kerk zitten, dan bestaat God niet hoor. Iedereen van de NDP of van de regering die ik op dit moment wil spreken, is in de kerk. Waarom belt u op zondag? Zondag is de dag dat ik in de kerk zit, werd mij gezegd. Minister Elias gaf mij dat antwoord. Hij is in de kerk. Adin, stuur een app terug. Ik ben onderweg naar een madier. Dat is ook iets als een kerk. God zegen jullie allemaal, zou ik zeggen. En God zegen Suriname vooral. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Sabi, Sabi.